Goedemiddag, moeders en zusters, gasten. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Ik wil graag met jullie beginnen met het lezen van Galaten 5. Galaten 5, vers 1 en dan vers 13 tot 18. En het onderwerp van vanmiddag is geroepen om vrij te zijn. Geroepen om vrij te zijn. Galaten 5, vers 1. En dan vers 13 tot en met 18. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Tot zover. De voorbereiding van deze preek had ik het lied in mijn hart. Veilig in Jezus' armen. Vrij bij mijn Heer en borg. Vrij van het gewoel der wereld. Vrij van verdriet en zorg. Vrij van de vrees en twijfel. Vrij van de zondemacht. Vrij. En in onze kerntekst van vanmiddag, vers 13, staat dat we geroepen zijn om vrij te zijn. Dat we worden geroepen om vrij te zijn. Onze roeping is om te leven in vrijheid. En ik wil daarbij vanmiddag stilstaan bij ten eerste vrij van de zonde, de boze en de wereld. Ten tweede vrij van de wet. Ten derde vrij van het vlees. En als laatste vrij om elkaar te dienen door de liefde. Wij zijn geroepen, broeders en zusters, om vrij te zijn, omdat Christus ons vrijgemaakt heeft. En als Christus u of jou nog niet vrijgemaakt heeft, als u niet vrij bent vandaag, dan wordt u nu geroepen om vrij te worden. Allereerst wil ik dus stilstaan bij vrij van de zonde, de boze en de wereld. Welke macht oefent de zonde, de boze en de wereld uit over alle mensen? Het is een soort boosaardige drie-eenheid die de mens in zijn macht houdt. Sinds de zondeval zit de zonde in de mens. En de mens is in de wereld. En de mens ligt, en de wereld ligt in het boze. Het is verkleefd met elkaar. En we weten vanuit Efeze 2 dat alle mensen wandelen ten eerste overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Ten tweede overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, dat is de duivel. En ten derde overeenkomstig de wil van ons vlees, door de wil van ons vlees en de gedachten te doen. Dat is de zonde in ons. Weer die drie dingen. Zonde, boze en wereld. Laten we er even naartoe gaan naar Efeze 2. Het is twee bladzijden verder. Efeze 2, vers 1 tot 3. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt. 1. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. 2. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van die geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie wij ook allen voorheen verkeerden, 3. In de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Zie daar in vers 1 dat Paulus schrijft, u die dood was door de overtreding en de zonde. Dus alle dood in de wereld heeft maar één oorzaak en dat is zonde.
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Dat is een soort natuurwet. Zonde baart dood. De wet van de zonde en de dood. En niemand ontkomt aan die wet, want niemand is zonder zonde. Ieder wandelt hierin, staat hier. Ook wij, voordat wij met Christus levend gemaakt werden. Wandelen, staat er, wandelen. Dood en wandelen tegelijk. Dat is geen slaapwandelen, dat is doodwandelen. Van buiten lijkt het alsof je leeft, maar eigenlijk ben je dood. Dood van binnen. Een mens buiten God gaat niet verloren, maar is al verloren, leert de Bijbel. In 1 Timotheus 5 vers 6 staat, zij die haar lusten volgt, is levend dood. In vers 3 lazen we dat we van nature kinderen des toorns zijn. En van nature, dat wijst op de zondige natuur van ieder mens. Een paar jaar geleden reden die vrachtwagens van Campina rond en er stond op, het zit in onze natuur. Nou, dat is waar. Het zit in onze natuur. In ons, om ons heen, de zonde, de dood, de destructie. Er is meer sprake van destructie in deze wereld dan van evolutie. Van afbraak dan van opbouw. Zie maar in vers 2 en 3. Dat wandelen, dat doodwandelen, is overeenkomstig gelijk aan het tijdperk van deze wereld. En overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dus doodwandelen, dat is overeenkomstig de wereld en overeenkomstig die aanvoerder in de lucht. Dus je hoort erbij. Dat doodwandelen is trendy. Het hoort helemaal bij de tijd. Wandelen ten derde in de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. De wil van het vlees en de gedachten. Nou, als er één woord belangrijk is afgelopen tijd, is het respect in deze wereld. Respect waarvoor? Nou, respect voor de wil van het vlees en de gedachten te doen. Doe wat je wil, is Satans grote gebod. Die wil van die aanvoerder van de macht in de lucht, van die geest die werkzaam is in alle mensen die doodwandelen, is heb jezelf lief boven alles en respecteer je naaste zodat hij dat ook kan doen. Zie je die lugubere drie-eenheid die hier werkzaam is? En ze hebben één gemene deler, één overeenkomst en dat is ongehoorzaamheid. Rebellie. Tuurlijk, erbij horen voelt fijn. Overeenkomstig zijn met anderen. Je hebt vrienden. Die hele machtige vrienden zelfs. De aanvoerder van de macht in de lucht. Je doet overeenkomstig zijn wil. Maar deze drie-eenheid, vol van ongehoorzaamheid en rebellie, is ongehoorzaam en in vijandschap met hun schepper. Want God is de schepper van de wereld. God is de schepper van alle vlees. God is de schepper van alle engelen. Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Hij heeft alles gemaakt in deze wereld. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft de engelen gemaakt. Waarvoor? Voor hem. Om hem te draaien. Zoals de aarde draait om de zon. En zonde, dat is doelmissen. Dat is niet meer doen waarvoor wij gemaakt zijn. En dat zit nu in onze natuur. Van nature, kinderen des toorns, evenals de anderen. Dood, verloren in de macht van de zonde, de boze en de wereld. In mijn vertaling, in de HSV, is dat één lange zin, vers 1 tot en met 3. Eén lange zin. Maar stopt het daar? Nee, halleluja, dan komt het. Maar God. Heeft u dat onderstreept in uw Bijbel? Maar God. De redding komt van boven.
Als hij dat niet had gedaan, dan waren we volkomen verloren geweest. Maar hij heeft ons niet aan onze natuur en aan ons doodwandelen overgegeven. Na die ene lange zin, vers 1 tot en met vers 3, komt nog een lange zin. Vers 4 tot en met 7. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God, rijk in barmhartigheid, groot in zijn liefde. Hij heeft ons lief gehad. Ook toen wij dood waren in die overtredingen, in die zonde. Dus wie u of jij hier vanmiddag ook bent, of u hem al kent of nog niet kent, hij heeft u lief. Ja, ook als je nog doodwandelend bent in de zonde en de ongehoorzaamheid. Zo lief heeft hij de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Kijk, deze wereld gaat voorbij. De tijd van de wereld is kort. Hoe tergend is de rebellie, de overtreding en de zonde in deze wereld? Weet je, als het klaar is met deze wereld, is het ook klaar met iedereen in deze wereld die overeenkomstig deze wereld is. Volgens mij heb ik de vorige keer het voorbeeld genoemd van het ijzer schaafsel op een zeer sterke magneet. Zo zitten wij vast, door de zonde aan de wereld, vastgekleefd. En als deze wereld voorbij is, is het met ons ook voorbij. Maar in Petrus staat dat God geduld met ons heeft. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar alle tot bekering komen. Wat een liefde van God. Dat is echt alles overtreffende rijkdom van genade. En net als Petrus wil ik u en jou aansporen als je nog bij die categorie van het ijzerschaafsel hoort. Waardoor je met zonde vast blijft zitten aan die wereld. Wil ik u, net zoals Petrus, zeggen op de Pinksterdag, word behouden uit het verkeerde geslacht. Want hij is geopenbaard om onze zonden weg te nemen. Staat in Johannes. In 1 Johannes 3. En dan staat er ook een paar versen verder. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Maar hiertoe is de Zoon des mensen geopenbaard. Hij is dus geopenbaard om de zonde weg te nemen. En hij is ook geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken. Dus als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Vrij van de zonde, de boze en de wereld. Goed, terug naar Galaten 5. Geroepen om vrij te zijn. Niet alleen van de zonde, de boze en de wereld, maar ook vrij van de wet. Het probleem in Galaten was is dat er valse leraars binnen in de gemeente waren binnengeslopen, die de christenen vertelden dat als ze echte christenen wilden zijn en als ze echt God wilden behagen, dat ze dan de wet moesten houden. De wet van Mozes. En ze zich bijvoorbeeld moesten laten besnijden. God is immers een God van het verbond. En hij werkt van geslacht op geslacht. En daar is de besnijdenis een teken van. Maar Paulus gaat hier, gedrongen door de Heilige Geest, vurig tegenin. Kijk maar mee in hoofdstuk 3, een bladzij terug. Alle die onder de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek, zegt hij in 3 vers 10. En in 3 vers 13 zegt hij, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Hij zegt in vers 7, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Niet door een verbond dat voortgaat van geslacht op geslacht, waarbij je Gods kind bent door geboorte en besnijdenis. Want, vers 26, u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Vers 29, als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.
Het oude verbond, dat was een schaduw. En die schaduw is voorbij, omdat het ware is gekomen. Jezus Christus, de middelaar van een veel beter verbond, met betere beloften, staat in Hebreeën, voor ieder die gelooft. Die wet van Mozes was goed, want God openbaarde zich daarin. En de mensen werd geopenbaard hoe God wilde dat ze waren, dat ze zijn. Maar de wet kon niet levend maken, kon niet verlossen van zonde. Het oude verbond, de wet, was een soort gevangenis, staat in hoofdstuk 3, vers 23. We werden door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. In vers 24, de wet was een leermeester tot Christus, opdat we uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu die nieuwe tijd gekomen is, moet je niet meer teruggaan naar het oude. De wet was eigenlijk als het ware als de maan. En de maan weerspiegelt de zon als wij de zon niet zien. Maar als dan de zon opkomt en het wordt dag, heb je de maan toch niet meer nodig? Dan hebben we de zon. En nu is Christus de zon van de gerechtigheid opgegaan over deze wereld. Dan hebben we de maan niet meer nodig. Hij zelf is de openbaring van God. En in zijn licht zien wij het licht. In hoofdstuk 4 legt Paulus uit dat men onder de wet in het oude verbond als slaven waren, maar dat nu de tijd gekomen is van genade, van het nieuwe verbond, van vrijheid, van kindschap van God. Sta dan vast in de vrijheid, staat in onze tekst, 5 vers 1, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Je kan God niet behagen met de wet proberen te houden, want die kan je ten eerste helemaal niet houden. En bovendien heeft Christus die voor ons gehouden, voor ons vervuld. Christus heeft dat voor ons gedaan. Dus als je de wet dan gaat houden, dan zeg je daarbij eigenlijk dat je Christus niet nodig hebt. In 5 vers 4 staat, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wil worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Dus het is of wet, of genade. Niet allebei. Dat kan niet. Weet je hoe het mogelijk is dat wij vrij kunnen zijn van de wet? Omdat Christus de wet niet alleen heeft gehouden, maar ook voor ons heeft vervuld. Hij heeft niet alleen gedaan, volkomen wat de wet zei in heel zijn leven, maar hij heeft ook voor ons de eis van de wet volbracht. De eis van de wet vervuld aan het kruis. En in zijn dood en opstanding. Hij is een verzoening geworden voor onze zonden. Niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de hele wereld. Wat een liefde. Hij voor ons aan het kruis. Als het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Vrij zijn van de wet kan alleen door de vervulling van de wet. Niet doordat de wet aan de kant wordt gezet, maar doordat de wet wordt vervuld. En we hebben gelezen in Galaten 5 vers 14 dat de hele wet in één woord wordt vervuld. En dat is namelijk dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus liefde is de vervulling van de wet. Ten eerste heeft de Heer Jezus dit gedaan. Hij bewees zijn liefde daarin dat hij stierf voor zijn naaste, ja zelfs voor vijanden. En ten tweede is zijn liefde uitgestort in onze harten die in hem geloven, door de Heilige Geest die ons gegeven is, Romeinen 5 vers 5. En is het daarom nu mogelijk om onze naaste lief te hebben als onszelf? Door die liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Hij is onze verzoening. Maar hij is ook onze voorziening. In hem hebben wij alles wat wij nodig hebben. Zijn liefde is volkomen. Maar dat vereist wel een wandel door de Geest. Dus die laatste tekst die we net lazen in Galaten 5, vers 18. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Als u niet door de geest geleid bent, bent u wel onder de wet. Maar als u door de geest geleid wordt, hebt u die wet niet meer nodig, want dan is die wet, dus wordt dat van binnenuit vervuld. Hij is de liefde die in ons brandt als een vuur.
Als dat vuur brandt, heeft u geen wet nodig die zegt dat je het lief moet hebben. Dat gaat vanzelf. Een dief, die wederom geboren is, heeft het niet meer nodig om te horen dat hij... heeft er geen wet meer nodig die zegt, u zult niet meer stelen. Wij zijn geroepen om vrij te zijn. In Christus zijn we dus vrij van de zonde, van de boze en van de wereld. We zijn vrij van de wet. Maar ten derde, ook vrij van het vlees. Galaten 5 vers 13 nog een keer. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Er mag geen misverstand verstaan, denkt Paulus, over de vrijheid waartoe we geroepen worden. Vrij van de wet betekent natuurlijk geen wetteloosheid, maar wetsvervulling. Het is geen vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Want ons vlees, dat is datgene waar de zonde nog in woont. Wij zijn in het vlees. En het vlees woont nog zonde. En we gaan vanmiddag niet stilstaan bij al die werken van het vlees, die worden genoemd in de volgende verse van Galaten 5, vers 19 tot en met 21. Maar in vers 15 komt het vlees ook openbaar. En dat staat in schril contrast eigenlijk met die liefde van het vers ervoor. Het is een waarschuwing. Als u elkaar bijt en opeet, staat er eigenlijk, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dus bijten, opeten, verteren, hele krachtige, afstootwekkende woorden die eigenlijk ons doen denken aan verscheurende wilde beesten. Die alleen maar kunnen denken aan het stillen van hun honger. Door hun prooi te grijpen, te verscheuren en op te eten. Dat is wat Paulus gebruikt als tekening van het vlees en van onze wandel in het vlees. Van zelfzucht, van ikgerichtheid. Dit gebeurt als het vlees de vrije teugel krijgt bij geredde broeders en zusters. In de gemeente. In het vlees wandelen zorgt er dus niet alleen maar voor dat we onbruikbaar zijn voor God, maar ook dat we tot afbraak zijn. Er is eigenlijk geen neutraal terrein, er is geen stilstand. Het is of dat u meegaat met het goede of met het kwade. Zoals Jan ook voorlas uit de Romeinen 12. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het is één van tweeën. Kijk, en het doel van de boze is dat het gebeurt. Dat je door elkaar verteerd wordt geestelijk. Dat de gemeente afgebroken wordt. Verkeerde gedachten toelaten over je broeder of zuster. Roddel, kritiek, onvergevingsgezindheid. Vlees is zelfhandhaving. Zelf leven in ons wat in vijandschap is met de geest, vers 17. Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. In Romeinen 8 lezen we dat het denken van het vlees vijandschap is tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan die wet van God. Dus het vervult de wet niet, vijandschap, het vlees, maar het weerstaat de wet. Het is vijandschap met die wet. Tegenovergestelde van de liefde. Het vlees kan dat ook niet. Vlees gehoorzamen lijkt vrijheid, maar is gebondenheid. Dan kom je weer terug onder die wet van de zonde en de dood. Zelfzucht is een verslaving. En het wordt nooit verzadigd. Altijd meer, zoals die bloedzuiger uit Spreuken 30, vers 15. Daar staat dat de bloedzuiger twee dochters heeft. De een heet Geef en de ander heet Geef. Geef, geef. Het vlees vraagt altijd. Het is net een bloedzuiger. Het zuigt je bloed, je leven, je levenskracht weg. Wie ontkomt aan zijn heerschappij? Halleluja. Galaten 5, vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees zeker niet volbrengen. Wandel door de geest. Dat is het tegenovergestelde van doodwandelen.
wandel door de geest. Het is een heerlijk evangelie dat in Romeinen 8 staat dat wij aan het vlees niet verplicht zijn naar het vlees te leven. Die verslaving, die verbondenheid is er niet meer voor een kind van God. U bent niet verplicht aan het vlees te leven. Er is vrijheid van het vlees door een wandel door de geest. Niet verplicht betekent dat het dus nog wel kan. En dat weet u ook wel. Het vlees verwelkomt je graag, bij wijze van spreken. Als je aanleiding geeft aan het vlees, gaat hij gelijk heersen. Maar het hoeft dus niet. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u door de geest de werken, de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Vlees en geest staan dus tegenover elkaar. En het ene sluit het ander uit. De begeerte van het vlees is tegen de geest en de begeerte van de geest is tegen het vlees. En eigenlijk is dat heerlijk. Want de geest is sterker. Die geest van Christus, die in ons is, is sterker dan het vlees. De Heer Jezus Christus heeft aan het kruis zonde, Satan en hel verslagen. Hij is overwinnaar over dood en graf. Hij heeft ons verlost van de zonde. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Door zijn geest is het mogelijk de daden van het lichaam te doden. Maar dat gaat nooit buiten onze wil om. Net als dat Jezus altijd vroeg aan de mensen, wat wilt u dat ik u doen zal? Vraagt hij nu ook. Wat wilt u dat ik u doen zal? Hij biedt ons zijn vrijheid aan. Vrijheid van het vlees. Ja, hij roept het ons toe. Sta dan vast in die vrijheid. Waarmee Christus u ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met zo'n juk van slavernij belasten. Het vlees is ook een juk van slavernij. Maar hij maakt waarlijk vrij. We zijn geroepen om vrij te zijn. Vrij van de zonde, de boze en de wereld. Vrij van de wet, vrij van het vlees. En als laatste wil ik stilstaan bij het feit dat we vrij zijn om elkaar te dienen door de liefde. Nogmaals vers 13, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. We zijn vrijgemaakt om te dienen. Dienen? Toch weer een juk? Ja, maar nu het zachte juk en het lichte juk van Jezus. De vraag is niet of je dient als mens, maar wie je dient. Welke meester dien je? In Romeinen 6, vers 16 staat dat wij slaaf zijn van wie wij gehoorzamen. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. En dan staat erna in vers 18, vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Maar het heerlijke van deze dienstbaarheid is dat hij niet meer onder de wet is, maar onder de genade. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. Niet van de letter, want die doodt, maar van de geest, want de geest maakt levend. Dus dienaars zijn van het nieuwe verbond is vrijheid. Wat hij nu van ons vraagt, kunnen wij ook, omdat de geest levend maakt. Net als wat we net zagen bij de wet, dat de wet niet afgeschaft is, maar dat de wet is vervuld, is het ook hier. God heeft het dienen niet afgeschaft, maar hij vervult het dienen door zijn liefde in ons. Er staat hier in vers 13 niet, dien elkaar, punt. Nee, dien elkaar door de liefde. Die liefde maakt het verschil. Die liefde komt van God en heeft hij uitgestort in onze harten, zegt Romeinen 5, vers 5. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hij is onze volkomen voorziening. Stel je voor dat er eens een man was, een groot grondbezitter, die mensen had werken op zijn landgoed. En in het bos moest allemaal grond van de ene plek naar de andere plek gebracht worden. En dat deden ze al jaren met een grote kar, die ze dan vol schepten en voortduwden. Maar op een dag liet die eigenaar echt een grote gift bezorgen.
Een shovel. Daarmee zal het werk veel makkelijker worden. En er zou veel meer grond verzet kunnen worden. Een paar dagen later kwam de eigenaar zelf kijken en informeren naar de stand van zaken. Maar de mannen waren helemaal niet blij. Het werk was veel zwaarder geworden. Die oude kar was veel makkelijker voor te duwen dan die grote shovel. Ze waren er niet van bewust dat die shovel zelf het werk moest doen. Daar zat een geweldige, krachtige motor in, hun ter hulp gegeven. Een prachtige illustratie van het nieuwe verbond. Ons is een geweldige krachtbron gegeven. De liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest. Wij kunnen op dezelfde manier moeite hebben met het dienen van elkaar. Met het liefhebben. Maar het dienen wat de Heer van ons vraagt is geen zware last. Zijn last is licht, zegt hij. En zijn juk is zacht. Gelooft u dat? Hij vraagt wel veel, elkaar liefhebben, als je niet eens zelf voor elkaar gekozen hebt in de gemeente. Maar hij geeft nog veel meer. Zijn liefde. Een geweldige kracht die alles te boven gaat. Meer dan genoeg om oog voor elkaar te hebben. Om de ander hoger te achten dan jezelf. Om te spreken met iemand waar je minder mee lijkt te hebben. Om in praktische zin elkaar te helpen, wat iedereen regelmatig kan gebruiken. Om elkaar te sturen naar elkaar. Om voor elkaar te koken. Om jezelf op te offeren voor de ander. Om voor elkaar te bidden. Om voor elkaar te strijden. Heerlijk ook vanmorgen wordt gedeeld ook in Romeinen 12 en Filippenzen 2. Die praktische aansporingen. En dat is alles vanuit hem. Alles vanuit die liefde, vanuit zijn kracht. En ik weet ook heel goed hoe erg het vlees daartegen ingaat. Eigenbelang, zelfzucht. Ik heb niet eens tijd voor mezelf. Waar moet ik dan nog iets vandaan halen om de ander te gaan dienen? Weet je wat dan een struikelblok is? Kijk maar in vers 5, in hoofdstuk 5, vers 11. Het laatste zin. Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Het struikelblok van het kruis. Het kruis is het struikelblok van het vlees. Het vlees wil niet aan het kruis. Het wil daar niet aan. Niet mijn wil, maar uw wil. Het kruis lijkt verschrikkelijk. En dat is het ook voor ons vlees. Maar het is heerlijk. Want het verlost ons van het vlees. Ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Daar waar ik het kruis opneem. En zeg, niet meer ik, maar Christus maakt het vlees ruimte voor de geest. Hebt u dat nooit ervaren? Dat het geest, de vlees ruimte maakt voor de geest. En dat er opeens iets vrijkomt van liefde en van blijdschap. Door de Heilige Geest in je hart. God gehoorzamen is vrijheid. Hem dienen is beantwoorden aan je doel. Het is je roeping. Galaten 2 vers 20, kent u allemaal, zo'n heerlijke werkelijkheid. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben gestorven. En ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, in het lichaam, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Als Hij mij zo heeft liefgehad, en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hoeveel te meer mag ik dan gewoon mijn naaste liefhebben en dienen. Dienen door de liefde. En voor die Galaten 2 vers 20 staat vers 19. En daar staat dat we voor de wet gestorven zijn, opdat ik voor God zou leven. Net als die bekende tekst uit 2 Korinthe 5 vers 15. Hij voor ons allen gestorven is, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Dus leven voor hem, dat is geen opdracht. Nee, dat is een uitwerking van wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft ons verlost van onszelf leven. Hij is voor ons allen gestorven, opdat wij die leven niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Dat is onze doel, dat is onze roeping.
Daarvoor ons heeft hij ons bekwaam gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond. Leven in vrijheid. En als we gebonden zijn, dan gebonden door de liefde. Gebonden door de koorden van liefde. Aangespoord. Aangedreven door liefde. Zie je ook in Galaten 5 en 6. Het gaat helemaal niet of je besneden bent of niet besneden. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Ook het geloof is door liefde werkzaam. Zonder werken van liefde heeft het geloof geen kracht. Dat weten we uit 1 Korinthe 13, dat bekende hoofdstuk over de liefde. Al had ik al het geloof, al had ik alle gaven, maar de liefde niet. Ik had niets, ik ben ook niets. Want het gaat om de liefde. Mijn lieve kinderen, zegt Johannes, laten wij elkaar lief hebben. Niet met de tong, niet met het woord, maar in waarheid. En met de daad. U bent geroepen om vrij te zijn. Dat is echte vrijheid. Vrij van de zonde. Vrij van de boze. Vrij van de wereld. Vrij van de wet. Vrij van het vlees. Vrij om elkaar, ongehinderd door wat dan ook, te dienen door de liefde. Overstroom geheel mijn harten. Heiland met uw liefdevuur. Laat de liefde brandend blijven in mijn ziel van uur tot uur. Amen.